Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Dit is onze laatste dag in Barcelona. Daarna gaan we weer lekker naar huis toe. Ik zie er even niet uit. We zijn zo uit bed gestapt. We gaan naar een heel groot winkelcentrum toe. En vanavond gaan we lekker drankjes drinken in het W Hotel. We hebben weer een heerlijk ontbijtje. En een lekkere aardbeien-smoothie. Ik sta hier nu bij het winkelcentrum en kijk wat ik zie. Een kakkerlak. Maar hoe heet dat? Barcelona feestfeestje. Kijk, Barcelona. Nou, we zitten weer in de taxi richting ons hotel. Het was niet zo'n geslaagd winkelcentrum. Nou ja, we gaan maar even dus een uurtje slapen of zo. En daarna ons klaarmaken. We slapen alleen maar vakantie. Ja, we slapen. Nou, wat heb je nu gedaan op vakantie? Geslapen, geshopt, geslapen, ja, geshopt, gegeten en gedronken. En geslapen. Ja. Zo mensen, ik heb even lekker een uurtje vlogs gekeken op YouTube, lekker op mijn laptop, in bed. En ik ben nu weer Pringles aan het eten. Ik ga hem even opmaken, want dat heb ik deze hele vakantie maar één keer gedaan. Ik hou gewoon nooit zoveel van make-up op mijn gezicht als ik op vakantie ben. Omdat je toch altijd, het is toch altijd veel warmer dan hoe het normaal is. Je gaat zweten. Ik vind het gewoon een beetje viezig. Dus daarom doe ik eigenlijk bijna nooit make-up op. Maar nu gaan we vanavond, tenminste gisteren waren we in het W Hotel. En ik merkte gewoon dat als je daar bent, dat je gewoon echt make-up op je hoofd moet doen. Want iedereen loopt daarbij alsof alsof ze Paris Hilton zijn. Dus ja, dan kan je eigenlijk gewoon even niet ten onder zijn. Dan kan je niet zonder make-up rondlopen daar. Die cookies zien er heel lekker uit, dus die ze bij Catch hadden. Zo, ik heb een beetje make-up op mijn hoofd gesmeerd. Het is heel grappig, Rome zegt net tegen mij, die octopus die we gaan eten, die ziet er heel lekker uit. Dus ik zeg, gadverdamme, ik lust geen octopus. Zegt ze, wat zit je nou al heel de vakantie te eten dan? Ze zegt, inktvisringen. Ik zeg, ja, maar dat is toch geen octopus? Nee, dat is een inkt... Wat zei je nou? Dat is een... Dus inktvis. Dat is een inktvis, dat is hetzelfde. Ja, dat wist ik niet. Weer wat geleerd. Dus even te kijken wat voor eten ze allemaal hebben uit het restaurant waar we heen gaan. Het ziet allemaal heel goed uit. En we gaan om 8 uur eten. Hoe laat is het nu? Half 6. Het is nu 5:30. Ah, zo lang nog. Ja, maar even aan de bar. Dat betekent dat ik nog zo lang moet wachten tot ik kan eten. Jongens, dit trek ik niet. Ik heb dit truitje aan. Deze broek van de Zara. En mijn slippertjes. En lekker mijn spijkerjasje eroverheen gedaan. En mijn gouden tasje van de Zara. Zo, het licht is hier wel mooi. Tjoh. Ik heb zo het idee dat ik vanavond wat ga scoren. Hi. Martin? Ja. Dus wij zijn echt erg. We gaan eten terwijl we over een uurtje weer gaan eten. Even een tapatje. Maar vandaag hebben we niks op, hè? We hebben vandaag alleen maar ontbijt op en chips. Dus we mogen wel. En het is de laatste dag. Dus dan mogen we ook wel even extra veel eten. En ons eten is er. Jee. Kijk eens, lekker hammetje. Die hebben we nog niet gehad. En patatjes. Die ham hebben we gelukkig nog niet gehad deze vakantie. Voor de verandering bestellen we er maar gewoon weer één. Heerlijk. Tomatenbrood met ham. Echt zo lekker. Dat moet je hier echt eten. Overal hebben ze het bijna. De lekkerste, die kan je eten bij La
Tapas Tapas. Of Tapas Tapas. Die zit in de Gracia's. In de straat. Daar eet je de lekkerste. Ronde 2. We hebben weer patatjes brava's met lekkere saus en twee kroketjes. Oké, we zijn nu onderweg naar het eten. Is mijn beeld nou weer zo vies? En we gaan echt heel goed eten. En ja, we gaan even van onze laatste avond heel goed genieten. Als je doet. Het is echt een heel goed restaurant, maar hij zit echt in een heel apart steegje. Kijk. Echt zo'n ghetto steegje of zo. Hier. Oh mijn god, dit is echt geen doen. Dit wil je toch gewoon in je huis hebben? Al deze spiegels. Wauw. Dit is gewoon echt een meisjesdroom. Ik kan dit gewoon echt niet geloven. Kijk dan. In het echt is het nog zoveel mooier, hè? Taxi! Wait! Zijn jullie Nederlands? Wij spreken geen Nederlands. Oh ja, ik hoor het. Ik zie het aan u. Hallo. Nou, we staan in de lift. En jongens, het is echt heel kut, maar ik ben mijn tas vergeten. Waar we zijn gaan eten. Maar gelukkig zat er niks meer in die tas. Er zat alleen maar helemaal niks in. En het was gelukkig maar een tas van de Zara. Die mensen kijken me echt heel erg aan in die lift. Ik ga maar weer ophangen. Doe je. We hebben helemaal geen zitplek. Je kan nergens zitten. Ik ga echt niet staan met mijn drankje. We gaan even kijken waar we nu heen gaan. Nou mensen, we zitten weer in de fietstaxi. Ja, tien naar de vier. Allemaal aan het skaten. Hoe laat kan het zijn, baby? Binnenkort ben je mijn baby. Je doet ik het eens way. Robin zit het maar tegen die mensen. Sir, wat is hier voor feest? Maar ze verstaan dat helemaal niet. Party, party, hardy. We gaan straks ook daarheen, ja, Rome. Nou jongens, we gaan geen cocktails meer drinken, want het is hier heel gezellig. Dus we zijn hier uitgestapt en we gaan even kijken wat hier allemaal aan de hand is. Het is feestdag in Barcelona. Yeah.
you can dance. Oh. Hi! Hotel. We zijn eventjes weer verlost van de mensen om ons heen daar. We hebben dingen meegemaakt, jongens, niet normaal. Wat de mensen zeggen. Ik weet niet wat er allemaal rondloopt in Barcelona. Maar we hebben zo gelachen. Het was zo super gezellig daar. Met al die mensen uit Barcelona. Het was een soort van feestdag hier in Barcelona. En ik raad echt iedereen aan, wanneer je naar Barcelona gaat, doe dat dan rond deze datum. Ik ga even kijken hoeveel het vandaag is. Het is vandaag 6 juni, dus volgend jaar is het weer op 6 juni. Het is een soort, het is één keer per jaar en dan gaat echt heel Barcelona, gaat gewoon helemaal los. Kijk, ik heb net wel even gelachen met wat voor mensen je allemaal hier rond ziet lopen. Die mensen die ik op mijn vlog deed, die zie je echt heel erg veel. Ik weet niet hoe je dat precies noemt, maar volgens mij, ja, ze zijn een beetje anders. Nou ja, ik wil dat zo niet per se noemen of zo. Maar ze zijn anders als mij bijvoorbeeld. Ze gaan echt helemaal los. Ze hebben grappige kleding aan. Ze hebben gewoon scheid aan de wereld, volgens mij. En ze gaan gewoon helemaal dansen op die muziek. En gewoon, ja, het boeit ze allemaal niet. Bedankt allemaal voor het kijken naar de vakantievlogs. En naar deze laatste vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet je niet te abonneren hier rechtsonder. Doeg!